Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag heb ik de Nocta Triple Score in mijn handen. En ik ga eigenlijk niets meer dan het hele menu aan jullie uitleggen. Het is natuurlijk hartstikke leuk als jullie er een hebben aangeschaft of als jullie geïnteresseerd zijn in deze metaaldetector of jullie willen iets vergelijken of jullie zijn gewoon nieuwsgierig om te weten wat zit er in deze metaaldetector. Nou, dat ga ik vandaag even uitleggen. Ik ga het hele menu uitleggen. Alle icoontjes en waarvoor het is. En dat ga ik proberen om een beetje in Jip en Janneke taal te doen, zodat jullie allemaal er wat aan hebben. Laten we beginnen bij het eerste knopje, de aan- en uitknop. Als we die indrukken, dan gaat de metaaldetector aan. En dan heb je hier een heel scherm met heel veel informatie. Het eerste wat we zien zijn de modus, de zoekmodus. Je hebt dus park, eentje opzij is field, eentje opzij is beach en eentje opzij is relic modus. Hier zien we de batterijindicator. Hoeveel accu heb je nog over? Het zijn drie streepjes, dus als je laatste streepje op is, dan is het ook op met zoeken. Hier zien we een hele lange bar met van 1 tot en met 60 en dat is je VDI-indicatie. Hij geeft het hier op deze bar aan, maar hij geeft het ook hier met een groot nummer aan. Dus als ik mijn ring er langs zal halen, dan geeft hij hier 46 aan en hij geeft hier een getal 46. Hier zien we de streepjes en hier zien we 4 kHz staan. Die 4 kHz is nu een single frequentie 4 kHz. Maar we kunnen ook met 15 kHz zoeken. We kunnen met 20 kHz zoeken. We kunnen met multifrequentie 1, multifrequentie 2... multifrequentie 3. Die frequenties die kan je dus hiermee kiezen. Dat zijn de zoekfrequenties. Maar je kan ook een frequentie kiezen waarop je het minste storing hebt van andere metaaldetectors, telefoons of noem maar op wat voor interference je kan hebben. Dat is door deze knop ingedrukt te houden. En nou gaat de software of de detector die gaat zelf een frequentie zoeken waar die het rustigste op zoekt. In dit geval is dat 9. Dan zien we hier nog een indicatiebar. Die staat nu op 1 streepje en dat heb ik gedaan omdat die dan lekker rustig is. Door plus en min in te drukken gaat de sensitivity omhoog. En die loopt helemaal tot 15. Als je gaat zoeken zet je hem op 15 en dan ga je steeds eentje naar beneden. Totdat hij rustig is. Hier hebben we een dieptemeter. Het is een indicatie. Dan hebben we nog een knop met een hoefijzertje. Als je het hoefijzertje 1 keer indrukt, zie je dat hier een 6 komt te staan en dat hier 1 vakje is uitgediscrimineerd. Dat betekent dat je het allerlaagste gedeelte van het ijzer uitgediscrimineerd hebt. Druk je hem nog een keer in, komt hier een F'tje te staan en is die tot 10 uitgediscrimineerd. Dus dit zal niet meer meedoen met het zoeken. De C is die zelfs tot, ja wat is het, 12 of 15 uitgediscrimineerd. En dan hebben we de A, die staat voor all metal en dat wil zeggen dat alles meedoet. Deze knop is je instellingenknop en die gaat deze bar die nu niet zichtbaar is activeren. Ik heb hem even op beat staan omdat daar de meeste icoontjes op staan. Als ik hem op field zet bijvoorbeeld, dan zie je dat er een icoontje weg is. En als ik hem op relic zet, dan zie je dat alle icoontjes er weer staan. Dus het verschilt een beetje per modus. Nou, de eerste is grondbalans. Druk hem 1 keer in
pomp met de metaaldetector totdat die stabiel is en de grondbalans is gedaan. De tweede is reactiesnelheid. Je ziet hier al een soort snelheidmetertje staan. Eén is een langzame metaaldetector, maar gaat vaak wel wat dieper. Vijf is een snelle metaaldetector en dat houdt in dat hij de verschillende metaalsoorten die naast elkaar liggen sneller kan identificeren. Maar door die rekenkracht verliest hij vaak wel een heel klein beetje diepte. Dan hebben we iron separation. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? De mogelijkheid dat die ijzer van niet-ijzer onderscheidt, kan je hier met stapjes tot en met 5 instellen. Als je hem op 5 hebt staan, dan zal die waarschijnlijk heel snel ijzer detecteren. Heb je hem op 1 staan, of op 0 zelfs, uit, dan zal die wat minder snel ijzer detecteren. Wanneer is dat nou goed en wanneer is dat nou niet goed? Ja, dat wordt een heel lang verhaal, dus dat gaan we op een ander moment een keer bespreken. Maar voor jezelf is dat uitproberen en testen wanneer dit voor jou wel of niet van toepassing is. In sommige gevallen wil je namelijk wel allemaal ijzer vinden. En in sommige gevallen wil je absoluut geen ijzer vinden. Deze is makkelijk. Dus de volume zit op ieder apparaat met een speaker. Hoe hoger je hem zet, hoe harder die gaat, hoe lager je hem zet, hoe zachter die klinkt. Dit is verlichting van je scherm. Automatisch is dus als die afgaat, dus nu is die uit. En dan gaat die aan. Automatisch heeft een paar verschillende functies. Maar je kan hem ook vast verlichting geven, minder verlichting, nog minder verlichting, geen verlichting. Ik heb hem vaak op 4 staan, klein beetje verlichting. Voor de batterijduur maakt het niet zo onwijs veel uit. Dan hebben we de Bluetooth. Bluetooth aan en Bluetooth uit. Frequency shift. En dat is eigenlijk exact hetzelfde als de knop die ik in het begin heb uitgelegd. Alleen hier is het handmatig. Dus hier kan je zelf kiezen. Dus stel je voor, je hebt die handmatige gedaan. Er komt iemand aan en die zegt, hé, ik ga lekker gezellig met je meezoeken. En je hoort een beetje een bibbertje en dat komt door zijn metaaldetector. Dan kan je zeggen van, ik ga 1 of 2 kantjes opzij. Gebruikersprofiel. Dus als je een mooie setting hebt gemaakt en dat werkt prettig, dan kan je die hierin opslaan. 1E betekent voor 1 empty. Dus deze slot is leeg. Heb ik nou een mooi ding gedaan, druk ik deze in en daar staat er 1F. Dus die is full. 2 is empty, 3 is empty. Vind je nou dat je deze niet meer gaat gebruiken of wil je weer een empty slot hebben? Hou je hem 1 keer ingedrukt en vergeet hij hem weer. Het volgende icoontje is een hoefijzertje en een spijkertje. En dat betekent eigenlijk niets meer dan notch. Notch is dat je zelf bepaalt welk vlakje je niet wil zoeken of wel wil zoeken. Dus je gaat met het pijltje. Oh. Je gaat met het pijltje plus en min ga je naar bijvoorbeeld 30. Want dat is een treklipje. Die zet je uit met deze. Hier zie je weer datzelfde icoontje. En je doet bijvoorbeeld 31 uit. En zo kan je eigenlijk alles uitzetten. En je kan het uiteraard ook weer aanzetten. Bedenk daarbij wel dat als je iets uitzet omdat je het irritant vindt of niet wil vinden, dat iets anders wat je wel wil vinden ook in die range kan vallen. En je dat dus ook niet vindt. Dus ik ben niet echt een voorstander van notch, mits je echt heel bewust zoiets gebruikt. Dan hebben we hier een plusje. En dat plusje is voor de extra functies. Hier kan je het aantal tonen mee kiezen. Pitch, 60 tonen, 6 tonen, 4 tonen, 3 tonen, 2 tonen.
en zelfs één toon kan. Je ziet hier bij vanaf twee tonen, zie je hier twee icoontjes komen en gaan. Dus we laten hem even op twee tonen staan en we gaan er één opzij. Dat is de volume van de laagste toon. Twee tonen. Vanaf hoe hoog mag jouw laagste toon klinken? Hoe hard wil je die laten klinken? De volume van het ijzer. Vanaf wanneer mag die komen? En je zal zien dat als je deze opschuift, dat deze ook op gaat schuiven. Vanaf nu wordt vanaf 20 een lage toon naar beneden. En vanaf nu wordt tot 10 een lage toon. Kan je zelf kiezen. En dan de hoge tonen. Exact hetzelfde concept. Dan hebben we hier bottle cap reaction. En bottle cap reaction zit niet op alle menu's. Hoe verder je hem openzet, hoe meer die bottle caps gaat zien of iets gaat zien als bottle cap en dat eruit filtert. Hoe lager je hem zet, hoe minder snel die dat zal zien. Dan hebben we het watericoontje, maar dat is bibberen. Ik dacht eerst dat het een watericoontje was, maar dat is het bibberen van je handvat. Ik voel het wel, jullie voelen het uiteraard niet, maar het zit erop. En dan hebben we hier nog een lampje. En dat lampje zie je nu niet, maar dat zit hier aan de achterkant van je metaaldetector. Daarmee kan je het lampje aan of uitzetten. Handig voor in het donker. Zijn we nog een knop vergeten? Ja, deze knop. Hou je hem ingedrukt, wordt het de pinpointer. Dat was de Nocta Triple Score. In de notendop, in Jip en Janneke taal. Heb je nou de score of de dubbelscore, dan heb je eigenlijk aan deze video net zoveel. Want alles wat op de score en dubbelscore zit, zit ook op de trippelscore. Andersom is het wel een beetje anders. Als je een dubbelscore of een score hebt, zit niet alles op wat ik vandaag heb uitgelegd. Maar ja, dat maakt het alleen maar makkelijk, want dat hoef je dan ook niet te onthouden. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Zijn er vragen? Laat ze lekker beneden in de reacties achter. Vond je het een leuke video of interessant? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want dat is leuk. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.